Dit wordt een lied van afscheidswoorden. Ik zong mijn levenslied voor iedereen die het graag hoorde. Op 5 augustus 1919 werd bij de familie Bij in de Alexanderstraat in Leiden het 8e kind, een meisje, geboren. Na haar volgden nog een zusje en een broertje. Ze kreeg de naam Maria, maar werd Rietje genoemd. Dat zij de bekendste vertolker van het levenslied zou worden, kon niemand vermoeden. Het was moeilijk voor vader Hermanus Bij zijn grote gezin te onderhouden. Hield hij nog wat geld over, dan kreeg zijn vrouw dat, om het gezin draaiende te houden. Ja, dat was heel vroeger, waren dat allemaal loswerkmensen, hè. Meestal was het, want Leiden had veel grachtjes en sloten. En dat ging allemaal met boten en schepen. En de ene dag moesten ze aardappelen lossen, de dag erop kolen. En die dag weer dit. Ja. En die verdiende maar weinig. Want ik heb dus vaak mijn moeder horen zeggen dat een weekloon van mijn vader, dat kwam ze ongeveer tegen de 5 gulden per week. Ja. En er waren met 10 kinderen. Dus, dan moesten ze 10 kinderen van. Ja, ja. Menig avondje dat er niks was. Ja, mijn vader had nogal een droge keel. Dus, komt daar je lied vandaan? Toen vader lief, ja, drink niet, ja, meer. Ja, drink niet meer. Ja. De kleine Rietje struikelde toen ze 3 jaar oud was bij het op straat spelen en liep een heupbeschadiging op die verwaarloosd werd. Pas een jaar later belandde ze in het Sint-Elisabeth ziekenhuis aan de Hooigracht, waar ze 2,5 jaar verbleef. Daarna lag ze thuis nog jaren in een gipsbed. Doordat ze aan bed gekluisterd was, kon Rietje niet naar school. Maar toen ze 12 jaar oud was, besloot ze dat ze lang genoeg gelegen had en ze mocht naar de Zuid-Singelschool. Woensdagsmiddags ging ze naar het Volkshuis, waar ze kon handwerken, lezen en spelen. Eenmaal per jaar, bij het lentefeest, werd er een sprookje opgevoerd. En natuurlijk stond ze vooraan om mee te doen. Op haar 14e jaar trad ze in dienst bij de firma Le Pole aan de Garenmarkt, waar ze het erg naar haar zin had. Op de maat van de spinmachines zongen de meisjes de hele dag liedjes. Later werkte ze bij Zaalberg aan de Vestestraat, de fabriek van donzen en gewatteerde dekens. Beut aan de Keizerstraat en een nieuwe Belgische wolfabriek, La Vesdre, aan de Zoeterwoudseweg. Thuis hield iedereen van muziek. Vader speelde accordeon, moeder zong en enkele broers bespeelden een instrument. Bijna iedereen was lid van een toneelvereniging. En Rietje kwam bij het eerste Leidse klucht- en revuegezelschap, waar ze niet alleen acteerde, maar ook moest dansen en zingen. Bij dit gezelschap werd ze ontdekt als zangeres. Ze voelde zich al artieste en veranderde haar naam in Mary Bij. Na de oorlog vestigde Rietje Bij zich in Maastricht, waar ze Joost Servaas leerde kennen. Met hem trouwde ze in 1948. Ze maakte haar trouwjurk en haar bruidsboeket zelf, want in die tijd was het gelukkige koppel nog erg arm. Na 8 maanden ingeschreven te hebben gestaan voor een woning, konden ze intrekken in de Lenculenstraat. Mary werd huisvrouw en trad niet meer op, want dat hoorde niet voor een getrouwde vrouw. Toen ze op een zondagmiddag naar een optreden van het orkest van haar broer Jerry in België ging kijken, haalde deze haar over om een paar liedjes mee te zingen. Na enkele jaren in dancings buiten de stad te hebben opgetreden, sloot zij een contract met de Bristol Bar in Maastricht. Hier had zij veel succes, maar het succes werd nog groter toen Johnny Hoes haar producer werd en ze een grammofoonplaat mocht opnemen. Johnny Hoes vond Mary Bij geen goede artiestennaam. Er moest een naam komen die bij haar paste. Meneer Hoes heeft mijn stem dus eigenlijk ontdekt en ja. Hij kende mij dus niet. En toen hij mijn stem dus beluisterde, dacht hij dat ik een heel jong meisje van 14, 15 jaar was. Dus een beetje kindvrouwtje. En toen hij dus hoorde, ik was een getrouwde vrouw. Toen zegt hij, nou, dit is zo'n
ondefinieerbare stem. Je kan er geen naam aan geven, gewoon. Mysterieus. Ja, en toen is dat dus een zangeres zonder naam. Zingen in de zaak, erg goed, Leon. Ja, zing je mag even in de zaak. Zingen in de zaak en dan... In mei 1957 kwam het eerste plaatje uit, Het Kindergebed. Met daarop ook het nummer Omdat ik zoveel van je hou. Dit werd een groot succes voor de zangeres zonder naam, de ontdekking van die zomer. Een tweede plaatje volgde met Vroeg of Laat en Ik ga papi tegemoet. Vooral na haar plaatje Ik ga papi tegemoet kwam de fanmail goed op gang, vaak 50 brieven per week. Meer dan 1 miljoen brieven heeft ze gedurende haar leven ontvangen, waarvan ze er vele duizenden heeft bewaard. Ontzettend veel post, ja. Soms erg verdrietig ook, want ik kan er niet goed tegen. Want dan zegt mijn man wel eens, je gaat er te diep op in. Maar juist omdat ik zo in die liedjes geloof, geloof ik ook zo erg in dat leed van die mensen wat ze me beschrijven. Hè? Mm-hmm. En dat vind ik dan heel erg. En dan zou ik voor al die mensen iets kunnen doen. Al moest ik me dan arm geven. Schrijf je dan terug nog wel eens? Of ja, ik schrijf altijd terug. Blijft er wel eens een contact bestaan? Ja, heel veel correspondentie blijft bestaan. Maar ik kan het niet met allemaal doen, want dat loopt in de duizenden. Haar eerste gouden plaat ontving ze in 1960. Op 41-jarige leeftijd voor Ach vaderlief, doe drink niet meer. In 1964 sloot Mary zich aan bij Hoes Platenmaatschappij, waar ze al snel de onbetwiste nummer 1 werd. 3 jaar later vierde de zangeres haar 10-jarig jubileum, dat in haar eigen café plaatsvond. Vanaf dat moment verscheen ze steeds vaker op tv. Duidelijk in beeld was ze bij de uitreiking van de PC Hoofdprijs aan Gerard Cornelis van het Reven op 23 oktober 1969. Kleine Jantje kreeg een vlieger, o wat was het ventje blij. Vader zei, het is morgen zondag. Vaak was de zangeres al benaderd om op te treden in het Amsterdamse jongerencentrum Paradiso. En in 1971 was het zover. Het jaar 1972 was zeer succesvol. Met het nummer Mandolinen in Nicosia stond ze 72 weken in de top 40 van Radio Veronica. Mandolinen zongen zacht in... In 1975 ontving ze de Gouden Harp van de Stichting Konamus voor haar hele oeuvre, die haar in het Amsterdamse Carlton Hotel door Albert Mol werd uitgereikt. Mary scoorde de ene na de andere hit en vrijwel al haar platen werden goud. Maar toch verdiende ze niet zoveel. Met de jaren werd ze wijzer en ze ontdekte dat er veel geld aan de strijkstok van haar producer Johnny Hoes bleef hangen. Het betekende het dramatische einde van een jarenlange samenwerking. Ik ben dom geweest om 20 jaar voor bijna niks voor hem te werken. En dat ik optredens had in het land, daar werd ik heus niet rijk van hoor. Helemaal niet. En ja, dat ik een huis had en een auto, ja, ieder artiest heeft zijn auto. Maar alsof hij mij moest opvoeden. Nou, deze man kan nu nog iets van mij leren. Laat het dan allemaal ellendig zijn geweest. Ik heb ook mooie jaren gekend. En zeer zeker 1980, toen koningin Juliana me waardig keurde, na 45 jaar jubileum, dat ik ridder in de orde van Oranje Nassau werd. Fantastisch. Het jaar 1984 bracht voor Mary veel lief en leed. Op 23 april overleed haar jongste broer Jerry, met wie ze zo vaak had opgetreden, op 60-jarige leeftijd. Een feestelijk hoogtepunt in dat jaar was haar gouden jubileum, waarbij ze natuurlijk weer in de bloemetjes werd gezet. 50 jaar in het vak, in het goud gekleed, onze eigen zangeres zonder naam! Daar kunnen we toch minimaal voor zingen, dacht ik zo. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de
Na een periode van operaties en herstel maakte ze in 86 haar comeback in Paradiso. Toen was het een opvangcentrum van verslaafden. En toen was het heel triestig, want daar lag iedereen te spuiten en te roken en allemaal op de grond. En, maar ik wilde ook die wereld wilde ik zien, want, omdat ik erover zong. Een afscheidsgala in de Tilburgse Schouwburg werd in november 1987 gepland. De Schouwburg was al snel uitverkocht. Met volle bussen kwamen haar fans van heinde en verre om dit laatste optreden bij te wonen. Ze sloot dit gala af met het emotionele lied Mijn Leven. Ja, dames en heren, en dan is nu het moment daar dat voor mij het doek gaat vallen. Ik zal nog één liedje voor u brengen waar ik alles in gelegd heb. Wat met mijn carrière en mijn leven te maken heeft gehad. Het heet Mijn Leven. Dit wordt een lied van afscheidswoorden. Ik zong mijn levenslied voor iedereen die het graag hoorde. Dat lied is net als ik, het wil aan u veel liefde geven. Mijn lied, mijn levenslied, dat is mijn leven. Al werd ik... Hier is de woonkamer en hier ziet u allemaal de souvenirs wat ik van mijn fans heb gekregen door de jaren heen. Hier ziet u nog een mooi antiek porseleinbeeldje dat ik van Albert Mol heb gekregen toen ik de Gouden Harp kreeg. Ik heb dus Chinees porselein, ik heb veel zilver en veel goudkleurige artikelen allemaal. Ik weet soms niet waar ik het moet zetten. Bij deze wou ik echt nog alle mensen bedanken daarvoor. Dit is dus mijn kantoortje. Hier ziet u al mijn trofeeën en mijn gouden en platina platen. Eigenlijk moet het behangen worden, maar Jo zegt het is al behangen met goud. En hier ziet u dan al mijn grammofoonplaten, plakboeken en fotoalbums van 30 jaar carrière als zangeres zonder naam. Dit is dan onze slaapkamer, die er natuurlijk heel anders uitziet als de slaapkamers toen wij nog kinderen waren. Want we hadden maar 2 slaapkamers waar we met 10 kinderen in moesten slapen. Ze zit voor het raam en staart voor zich heen. Ze voelt zich zo eenzaam, ze voelt zich alleen. Als dank voor haar zwoegen bracht men haar toen oud en moe naar het oude vandaagenhuis toe. Op 23 oktober 1998 overleed de koningin van het levenslied op 79-jarige leeftijd. Oké, mijn tijd is om. Dit wordt een lied van afscheidswoorden. Ik zong mijn levenslied voor iedereen die het graag hoorde. Dat lied is net als ik, het wil aan u veel liefde geven. Mijn lied, mijn levenslied, dat is mijn leven.